Matteo, even terug naar afgelopen vrijdagavond. Een 1-1 gelijkspel tegen een ploeg die nog geen punt had behaald. Hoe mm. teleurstellend is dat? Ja, heel teleurstellend. Zeker als je kijkt naar de wedstrijd. Uh, oppermachtig in balbezit, qua doelkansen. Geven heel weinig weg en toch uh, eindigen die wedstrijd met 1-1. Dus uh, heel zuur. Wat vind jij dat jullie het hebben laten liggen? Ja, dat kan je wel zeggen. Echt uh, 300% grote kansen gekregen. Uh, met name in de eerste helft. Ja, ja met name in de eerste helft. Ik denk als we daar 2-0-3-0 maken, dat het sowieso gedaan is de, met de wedstrijd. Uh, nu laat hij die kansen liggen. En uh, weet je dat één aanval genoeg is, voor vertelt ze Het is typisch zo'n wedstrijd waar ze toch één aanval gaan krijgen. En uh, die belandt in de goal en wij maken onze kansen niet af. Ja. Het is wel typisch, zo'n ploeg moet op een gegeven moment punten gaan halen en dan juist tegenhalen. Ja, juist ze ja, maar goed, dat even goed ook 4-0 kunnen zijn. Dus uh, het ligt een beetje aan de afwerking, aan, aan de focus voor de goal, maar dat komt uh, sowieso goed. Hè. Even naar de selectie, die is nu compleet. Wat dat betreft uh, heeft de trainer dus uh, zat uh, keuzes. Vind jij de groep kwalitatief sterk genoeg om uh, mee te strijden voor de eerste twee plekken? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, de laatste weken speelt toch goed voetbal. Zijn we dominant? Ze hebben we grote kansen? Geven we weinig weg? Ik denk dat we ja, toch uh, nu al een ongeslagen reeks bezig zijn van vijf wedstrijden. Dus ik denk wel dat we kunnen meedoen aan, uh, om die plek. Ja. Komende vrijdag naar uh, de Geuzelt, ja, niet onbekend. Je hebt daar drie seizoenen gevoetbald. Heeft dat nog speciaal gevoelens als je komende vrijdag weer naar de Geuzelt gaat? Ja, natuurlijk. Ik heb er uh, drie hele mooie jaren gehad. Uh, mooie supporters. Het uh, is een leuk stadium om in te spelen, veel sfeer. Dus ik uh, kijk er naar uit om, uh, om terug te komen. Ja. Ze zitten niet in de beste fase. Drie. Op één vol nederlagen geleden, maar nou ze het hier in het Haas altijd zo. Als je al twee naar achter elkaar leidt, dan uh, breekt het tussen aanhalingstekens uh, de pleuris uit. Ja. Zeggen we dan op zijn haars. Hoe is dat in uh, Maastricht? Ja, dat is een beetje anders natuurlijk. Het is, uh, het is een ploeg met een lage begroting. Uh, afgelopen seizoenen sowieso niet veel, uh, veel goeds qua resultaat gehaald. Um, dus daar is het allemaal iets, iets, minder, uh, ja, iets minder druk dan hier natuurlijk. Um, maar we hebben vorig jaar een buitengewoon seizoen gedraaid met de MVV. Uh, het was fantastisch voor de supporters en nu gaat het iets minder. Maar, uh, ik denk dat we toch moeten, moeten oppassen voor, uh, voor MVV. Maar goed, er zijn natuurlijk aanwijzbare redenen voor waarom het daar minder gaat. Jij bent onder andere vertrokken als een van de sterkhouders. Ruben van Bommel, en zijn broer is ook nog vertrokken en nog een paar anderen. Dus wat dat betreft hebben ze duidelijk ingeleverd. Ja, ik denk dat de ploeg kwalitatief iets minder is dan vorig jaar. Uh, vooral de aanvalslinie zijn er natuurlijk belangrijke spelers weggegaan, gegaan, zoals Jarden en Ruben. Uh, maar goed, het is een ploeg die, uh, die tijd nodig heeft. Dat is bij ons ook uh, vorig jaar ook zo gebleken. Dus uh, dat komt wel goed. Wat kan Aad verwachten, denk jij, komende vrijdag? Heel veel strijd. Uh, als het qua voetballend vermogen niet lukt, dan gaan ze volop in de strijd. Dus uh, we, moeten, we moeten klaar zijn om, om, ons, om onze duels te winnen en 100% uh, ja, gefocust te spelen. Vorig jaar was volgens mij de uitslag 3-1 in het voordeel van MVV. Ja, dat moet dan maar een keer andersom zijn. Hè? Dit keer wordt het 1-3. Nou, ook wel. Ja, absoluut. Darië, even terug naar de afgelopen vrijdagavond thuis tegen Telstar. Dan wordt het uiteindelijk 1-1. Had al aangegeven in het voorgesprek vorige, vorige week, ja, het is niet een ABC'tje, nou, dat is gebleken. Nou, wedstrijdbeeld Beeld was het wel een ABC'tje, denk ik, en ik denk dat je die mening met mij deelt. En, uh, ondanks dat we gewoon een, uh, tegen een competitie nooit, uh, hebben gespeeld, uh, lijkt het wel dat wij gewoon een uh, uh, ja, te, te openmachtig waren. Wij hebben gewoon uh, het grootste gedeelte van de wedstrijd op hun speelhelft gespeeld. Uh, gedomineerd eigenlijk 90 minuten lang. Uh, attractief voetbal gespeeld, uh, aanvallend voetbal gespeeld, maar niet genoeg doelpunten gescoord. Heb je het dan met name in de eerste helft laten liggen? Uh, ik vind dat we in de tweede helft ook uh, kansen hebben gecreëerd. Dus uh, natuurlijk, in de eerste helft hadden we gewoon op uh, 3-4-0 uh, voorsprong uh, moeten al staan. Maar uh, iedereen deelde mening ook, als we maar uh, alleen maar tweede doelpunt hadden gemaakt... ...dan was het gewoon een uh, wedstrijd gespeeld. En uh, dat bleek ook na de wedstrijd, want uh, Telstar is gewoon nauwelijks in onze 16 meter geweest. En uh, met die ene ja, dubieuze beslissing van Sidesector, ...waar de tegenstander met twee handen op de rug van Bart van Hintum... Aanzat, uh, hebben we bal kwijtgeraakt. En eigenlijk één schot in 90 minuten weggegeven. wat Uiteindelijk uh, betekende gewoon een uh, gelijkspel. En dat is inherent ook misschien in de uh, fase in ontwikkeling van de team waar we zitten. En dat is nog geen keer teken uh, uh, ja, uh, dat we nog niet zijn daar waar we willen zijn. Je zegt in de fase waarin we zitten. Uiteraard wil je naar een uh, situatie toe dat je optimaal kan. Uh, presteren, zeg maar. Waar schort het dan op sommige momenten nog aan? Nou, het schort gewoon zoals in la, in, bij laatst, bijvoorbeeld laatste wedstrijd tegen Telstar: dat we gewoon een uh, uh, kans afmaken. En uh, daar schort het aan. En uh, tot in de 16e was het gewoon prima. Kansen waren ook. Dus uh, je, je moet ze afmaken. Dus uh, daar hebben we heel veel aandacht weer deze week aan besteed. En dat, uh, ja, daar werken we aan. En uh, voor de rest zijn nog een aantal dingen natuurlijk. Uh, 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 wat we kunnen verbeteren. En dan, uh, ja, dan gaan we langzaam naartoe werken. Naar de optimale beeld zoals we het heel graag willen hebben. Selectie is uh, nu compleet. Ben je ook kwalitatief tevreden over degene die je tot je beschikking hebt? Jazeker. In alle opzichten? In alle opzichten. Even terug naar uh, Assante. Toch een beetje een situatie waarvan ik denk: ja, van. Hoewel oh ja, van tevoren al gezegd heb, jij kent eigenlijk geen vaste basis. Maar het is wel opvallend dat Asante de laatste weken in en uit gaat. Ja, Asante is gewoon ook een aantal weken geweest. Dat uh, zal ik heel graag nog een keer uitleggen. Asante is een aantal weken geweest uh, met Nederlandse Nederlands helftal. In is tussentijd is, uh, is uh, onze vaste centrale verdediger geblesseerd uh, geraakt. Uh, da uh, Daniel Granley. Uh, uiteindelijk hebben we besloten uh, tegen Groningen. Om uh, met twee, niet met twee maans verdediging te spelen, maar drie maans, waardoor Asante binnen de elftal is gekomen. En uh, uh, het is duidelijk dat we die systeem niet uh, uh, als een vaste systeem, een huissysteem willen hanteren. En uiteindelijk zijn we geschakeld naar twee. Uh, als je ziet ook dat de Telstar met twee spitsen heeft gespeeld. Qua zouden onze twee centrale verdedigers in een tegen één situatie voortdurend 90 minuten lang komen met het wetend dat wij heel dominant zouden spelen zullen ze ook in hele grote ruimte een tegen een zullen moeten spelen en en uh, ver van de doel af en dat is ook gebleken en dan als je kijkt dat je twee backs hebt van net even 20 uh, uh, die nog bijna maar een moedermelk moedermelk zitten dan is het wel uh, nou om... zal de week van de Moenemelk, deze week. Dan is het wel handig dat je wel een ervaren speler even ergens tussen zet om hun te ondersteunen. Want die twee jongens, uh, uh, natuurlijk, uh, hebben wel een ruime tijd nodig om zich uh, te adapteren. Niet alleen maar in Den Haag, maar ook in, in het spel die wij hanteren. Dus uiteindelijk is het gewoon daardoor beslissing gevallen. Dat dat van Hintum speelt in de plaats van Assant. Komende vrijdag naar de Geuzelt. Geen onbekend terrein voor jou. Ze hebben drie op één volgende nederlagen geleden. Wat, kunnen, wat kan Adel verwachten komende vrijdag, denk jij? Adel kan verwachten gewoon een tegenstander die natuurlijk na drie nederlagen achter elkaar... ...gewoon de boel recht wil zetten. En een agressieve tegenstander, uh, dat moeten ze. Want uh, het is natuurlijk uh, uh, voor hun belangrijk om de... Om te voorkomen dat ze vierde keer verliezen, uh, is logisch. Uh, daarna spelen ze weer uit, waardoor gewoon die reeks, in geval dat ze verliezen, gewoon nog voor, negatieve reeks voor de uh, kans groot is dat die negatieve reeks zich gaat voortzetten. Dus al met al uh, verwachten we wel een gretige tegenstander die eigenlijk ook ja, uh, de Graafschap eerste helft enorm, enorm lastig heeft gemaakt. Tot slot. De selectie was vorige week niet compleet. Ik verwacht niet dat die komende uh, vrijdag weer compleet zal zijn. Maar wie kan je sowieso niet opstellen? Ik kan iedereen opstellen behalve de jongens die, die ik niet had kunnen opstellen de laatste, laatste week. Dus uh, wat dat betreft is de selectie compleet.